Bij de wedstrijd van het leven kan je 3 strategieën hanteren om in ieder geval de wedstrijd door te komen of misschien ook wel om te winnen. Bij de eerste strategie ben je aan het overleven. En je mindset is op dat moment een onvoldoende. De meeste tijd breng jij door in je hoofd. Je bent na aan het denken over de toekomst, misschien maak je daar zorgen over. Of je denkt na over het verleden en ben je daarover aan het piekeren. Dingen die op je pad komen, daar zeg je ja tegen. Je gaat niet eens bij jezelf na of dat een goede keuze zou zijn, maar je vindt het super moeilijk om nee te zeggen. Je hebt een heleboel dingen in je leven die je energie kosten en jouw mentale batterij die voelt alsof die helemaal leeg is. Als we het zouden vergelijken met een glas, als je aan het overleven bent, dan is jouw glas al bijna leeg. En alsnog ben jij al je energie, al je tijd, al je geld ben je aan het weggeven aan andere mensen. De tweede manier om door het leven te gaan is het level van leven. En je glas is op zich wel vol, soms gaat er wat uit, soms komt er wat bij. Je mindset is een net aan voldoende, tussen de 6 en de 7. En de meeste mensen zitten op dat level van net aan voldoende. Het gemiddelde gelukscijfer voor de mensen in Nederland is een 7. Niet slecht, maar ook niet goed. En dat level is ook comfortabel. Want waarschijnlijk als jouw mindset level een dikke onvoldoende zou zijn, dan zou de pijn groot genoeg zijn om te gaan veranderen. Want er is nog een volgend level. En misschien voel je hem al aankomen, dat is het level van geven. Als we dan zouden kijken naar jouw glas, dan is die zo vol dat die aan het overstromen is. En al die overvloed die kun jij weggeven zonder dat dat ten koste gaat van jezelf. Je hebt meer dan voldoende tijd, meer dan voldoende geld, meer dan voldoende energie om dat met anderen te kunnen delen. Een heleboel mensen die zeggen wel dat ze naar het level van geven willen gaan, maar die zitten daar niet op. Die acteren alsof ze dat al zijn, maar ze geven nog eigenlijk vanuit schaarste. En als we ook kijken naar hoe het dan kan dat we in Nederland toch een van de gelukkigste landen zijn, dat we toch tussen die 6 en die 7 scoren, dan heeft dat alles te maken met de verschillende niveaus van geluk, hoe we dat meten. Er zijn namelijk 3 niveaus van geluk. Het eerste niveau van geluk is plezier. Het plezier is alles wat eigenlijk op korte termijn een heel goed gevoel geeft. Als ik geen stukje fruit zou eten, maar een stuk chocola, dan geeft dat me op korte termijn een heleboel plezier. Wordt allemaal dopamine, komt er vrij in mijn brein, waardoor ik dat geluksgevoel krijg. Of als ik aan het Netflixen ben en nog een aflevering kijk. Of mijn telefoon erbij pak en lekker ga scrollen en soms de kans heb om een prachtige post te zien. Dat heeft alles te maken met plezier in plaats van met lange termijn voldoening. Dus geluk wordt op verschillende manieren gemeten, dus het kan zomaar zo zijn dat jij heel veel plezier in het leven hebt, maar alsnog het gevoel hebt dat er iets mist. Dat komt dus omdat je op het eerste level zit. Het volgende level van geluk is flow. Bij flow lijkt het allemaal meer vanzelf te gaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe Max Verstappen rijdt, of naar hoe Cristiano Ronaldo aan het scoren is, of hoe Daphne Schippers rent. Dat heeft niks te maken met motivatie, met discipline. Dat is bij hen een gewoonte geworden en dat lijkt dus bijna vanzelf te gaan, alsof het ze geen moeite kost. Maar er is nog een volgend level van geluk. En dat level is het level van zingeving. Waarom doe je nou eigenlijk wat je doet? Zou je dit de komende 10, 20 à 30 jaar kunnen doen? Draagt dit bij aan het grotere plaatje? Als jij aan het einde van de dag of aan het einde van de week je laptop dichtklapt of naar huis gaat vanaf kantoor, voelt het dan alsof jij hebt bijgedragen aan een groter geheel? Want als het doel ook groot genoeg is, dan vind je vanzelf wel een manier. En omdat we niet groot genoeg denken, omdat we niet groot genoeg dromen, hebben we heel weinig zingeving en heel veel plezier. En kiezen we eerder voor korte termijn plezier dan voor die lange termijn zingeving. Dus streef er niet zozeer naar om zo gelukkig mogelijk te worden, maar streef er eerder naar om zingeving te krijgen in hetgene wat je doet.